Suikerplantages op Joris af aan? Ja, ja. Langs de rivier. Langs de rivier. Er zijn zoveel dingen daar verborgen dat je niet ziet als je daar langs de rivier vaart. Ik ben geboren en getogen daar. En ik ben nu 77. Mijn moeder kwam helemaal vanuit eigenlijk van Quarantaine Orielle. En mijn vader woonde hier op aan de Suriname rivier, laatst meer bekend als Libanon daar. Een oude plantage. Mijn ouders waren de eerste die ananas daar teelden. En het, daarom heette die ananas stukken ananas. Ik ben op school naar daar gegaan, tot de zesde klas. Maar verder heb ik me dan zelf ontwikkeld eigenlijk. Toen ben ik in het onderwijs gegaan als boslandonderwijzer. Heb ik daar een kleine 36 jaar gediend. Heb ik ook daar aan mijn eigen mensen les kunnen geven, mijn eigen kinderen, weet je, waar die van het dorp zijn gekomen. Ik heb een klein beetje vlechtwerk geleerd van mijn vader om een fuik te maken, te vlechten. Voor kies Anjumara, maar ook voor kies Walapanangap, dat is Tjiwang, weet je. Olie gebouwd, woning voor broeder en zusters daar. Een school is gebouwd, nieuw school, heel moderne school, wat ik niet in mijn tijd had. Weet je? Ja. En er is, we hebben als eerste water gehad en licht. Want een tijdje ging het zo pina-pina. Het is van 6 tot 9 uur, 9:30. Eetmaken, je hebt geen motor, weet je. Maar nu hebben we dan eenmaal 24 uur stroom. En de verbinding met Paramaribo is goed te noemen. De eerste Joden die woonden aan de Kasipora-monding. En daar was er geen water genoeg voor ze. Of goed drinkwater. Hè. Toen zijn ze naar Joden Savannah verhuisd. En daar waren er wel, die bronnen waren dan heel belangrijk. Vandaar dat ze zich daar hebben. Ik heb het ook van anderen gehoord, weet je, en gelezen ook, dat het dus geneeskrachtig is bij diarree, hoge koorts, die soort ziekte, weet je. Het zijn grote historische plaatsen eigenlijk, hè? Vooral jullie zeggen. Ik heb me eens laten vertellen door een Amerikaanse student, een jonge man. En die bracht me naar de Kasipora Monde, of bij die begraafplaats, om te gaan zoeken naar die, hoe heet dat nou weer. Maar dat gebouwtje was uit hout getrokken, dus je kon niets meer ervan zien. En toen vertelde hij me van, hier, de grootste historische plaats is Joden Savanna. Joden Savanna was zo belangrijk dat het een dobber was voor de hele economie van Suriname, want daar werd suiker en hout gehaald. Ja. Suikerplantages op Joden Savanna? Ja, ja, langs de rivier, langs de rivier. Er zijn zoveel dingen daar verborgen dat je niet ziet als je daar langs de rivier vaart. Maar als je erin gaat, dan ga je die dammen zien, je gaat die kreken zien. Sommige plaatsen heb je nog van die oude sluizen, je kan nog waarnemen. Maar als je zo vaart, weet je niet wat daar allemaal verscholen ligt. Mijn moeder of mijn vader bracht me naar mijn oma toe. En dan voeren we daar langs
Maar ik zag die kampen nog daar. Ik heb ze gezien. En in feite is er daar. Er is veel daar kapot gemaakt. Heel veel. Dit is triest, hè? Want die kampen heb ik nog gezien. Die fundering heb ik nog gezien daar. Bestond er nog. Ik heb niet de indruk dat ze genoeg worden geleerd over Joden Safana. Hoe belangrijk het is. Het moet ze uitgelegd worden. Hoe breed was het? Hoe lang was het? Wat gebeurde daar allemaal? Ik heb nog van zalig mevrouw Da Costa nog kunnen leren dat er daar bij dat gebouw schietgaten zijn. Ja, want er werden civiele zaken daar in die synagoge ook gedaan. Dus men moest waakzaam zijn wanneer die dingen voor het gerecht gingen, weet je. Want ze werden ook aangevallen door de Marons via het cordonpad. Dat soort dingen moeten ze die kinderen leren, weet je. Op Kasipora had je overwegend Arawakken. En die mensen spraken geen woord Neger-Engels. Alleen maar Arawak spraken ze. Terwijl dus dingen, Joden, Redidoti, gemengd is. Hè? Je hebt Creole, je hebt Japan, je hebt Hindustan en zo. Maar ze hebben altijd goed geleefd met elkaar. Er zijn inderdaad ook in de buurt van Kasipora zijn er echt, ja, wat ze Suikerdam noemen. Daar zijn er heel wat oude resten van. Misschien. Putten en dat soort dingen. Ja, maar ja. Praktisch, elke week. En je had soms grote seizoenen. Misschien 40, 45 mensen tegelijk. Toeristen. Stichting Joden Safana heeft namelijk een afspraak met de Redidoti ten aanzien van de opbrengst, weet je.